Dan krijg je zo een ei-moment. Daar gaat Westra. Daar gaat Nieuwe Westra. Op de Bossenstraat. Dat is inderdaad een klimmetje waar hij van houdt, Renaat. Ja, en ik heb hem daarnet even zien babbelen met de Row. Zit die Row nu toch wel in zijn wiel? Wellicht is dit een uitgestippeld plan. Ja, ook dat gebeurt. En kijk, Christophe, de tanden stuk bijten, maar niet helemaal over. Houdt stand, kranig als hij is. Stevige versnelling van Nieuwe Westra. Daar breekt het dan, daar breekt het dan. Dit is echt van onder tot boven, vol doortrekken. Nieuwe. Die maar wat blij is dat hij wielerprof is, de ex-stratenmaker. Kassei lekker. En Christophe moet alle zeilen bijzetten om het wiel te houden. Wat is die sterk, zeg. Goh. Rome en Christophe mee. En nog tijd om een gelletje binnen te steken, terwijl Christophe alle lucht nodig heeft om het wiel te houden. En hoe attent. Onmiddellijk even naar achter gekeken en gezien dat Lutsenko op komst is. Verstand gebruiken. Jonge mannetjes van BMC even in moeilijkheden. Maar hebben nog misschien wel een kans om aan te pikken. Renaat? Ja, de eerste achtervolger op dit moment is Lutsenko, de vroegere belofte wereldkampioen. Zou heel interessant zijn natuurlijk voor Westra, mocht die kunnen aanpikken. Vliegen, eigenaar van de bergtrui. En is dat Mats Pedersen? Dat of wie krijgen we hier? Nee, iemand, een ploegmaat van hem, neem ik aan. Ja. Dat is een demarrage uit het peloton. Nou, hier wordt toch niet echt doorgetrokken op de bossen in het peloton. En hij probeert nog altijd aansluiting te krijgen. En dat zou een goede zaak zijn voor deze drie. Lutsenko is een berium. Die komt erbij. Tuurlijk komt hij erbij. Bulk van het talent. Alleen komt het er maar mondjesmaat uit. Nu zit in één lange rechte lijn richting Gerardsbergen. Vijfde etappe in Parijs-Nice. 21 seconden voor de heer Christophe. Jawel. En Michael Matthews. Christophe won daar een eresprintje. En had daar toen wel deugd van. Zie je wel? Ik kan die Matthews aan. Alleen kwam het er in het vervolg niet uit. Of toch niet helemaal. Die Lutsenko won ook al een rit in de Ronde van Zwitserland. In Bern voor Jan Bakelands. Hij was vorig jaar 14e in de driedaagse de Pannenkoek, zei hij. Hier zitten we bij Kirsch. Het zegt heel veel dat die jongen op de bossen kan wegfietsen uit het peloton. We gaan weer naar Renaat. Ja, in de achtervolging berenwerk van Durbridge en Pedersen, die nu op indrukwekkende wijze overneemt. Hier ook nog erbij Vliegen en Zabel met, even kijken, ook nog Farazijn, maar die hangt nu eigenlijk tussen zijn kader op dit moment. Maar de aansluiting zit er toch weer aan te komen, hoor. We zijn er een aantal kwijtgespeeld, onder meer Keukeleire, die daarnet hard gewerkt heeft. Er zit volk terug te keren. Keukeleire en Knees, die volgen op 25 seconden. We hebben er dus vier vooraan. Er zijn er dan vijf op komst. Dat worden er zeven. Dat is 11. Dan zijn we er inderdaad een paar kwijt. Ja, en ik ben echt gecharmeerd door Pedersen, die met zijn 20 jaar eigenlijk de achtervolging opzet. Mee zorgt dat die vier koplopers hier niet verder wegfietsen. Indrukwekkend. Guillaume van Kersburg zou wel degelijk nog in het peloton zitten. Wat er dan precies scheelde, dat weten we niet. Dat moeten we dan straks maar achterhalen. En de mannen van Lotto die zich een klein beetje terug hebben laten wegdrummen vooraan in het peloton. Volledig alles terug op de schouders van Etix Quickstep. En Lieve Westra krijgt er niet genoeg van. Hij blijft beuken. Die misschien die Pedersen afhouden. Winnaar van de kattenkoers. Maar dat is typisch Westra, als hij een goede dag heeft. Hè. Die kan dat niet wegstoppen. Hè. Dat is geen aanhanger van de leer van André Tschmil. Tschmil heeft mij een paar keer gezegd. Als je een superdag hebt, dan moet je doen alsof je rijdt op je slechtste dag. Dat kan Westra niet. Nee, ik ben goed en de wereld mag het weten.
Ja, maar op deze moment is het niet direct een nadeel, denk ik. Als je ziet wat hij teweeg brengt. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een schifting is in de kopgroep. Met de muur nog in het vooruitzicht. Het is nog lastig. Hij heeft hier echt de beste papieren van deze vier. Hè. En toen hij al die keren tweede werd, dat zij in de tijdrit, dat zij in de driedaagse de Pannacook zeiden. De laatste keer was dat in 2012. Ja. Dan was je geneigd om te vragen, maar word je daar nu niet horendoel van? Of bedroefd? Nee, het is mijn vak. Tweede plaats is toch niet slecht? Daar heeft er wel gelijk in. Natuurlijk wil iedereen heel graag winnen, maar... Zegt een mens die 292 koersen gewonnen heeft. Ja, maar... Renners die vaak tweede, derde en vierde worden, dat zijn verdorie sterke beren. En... Keukeleire, Knees en Boli, meen ik, worden opgeraapt. Inderdaad, bevestiging, Boli. Een minuut en 10. En hier draait het goed rond, hè? Ja. Een groepje waar het tempo verzekerd wordt. Rowe, ook al lang actief, hè? Hyperactief, hè? Het was Rowe die de boel uiteenranselde op de Taaienberg in de omloop het Niesblad, hè? Met Van Avermaat aan het wiel. Ik heb toch de indruk dat die twee mannen van Astana hier duidelijk over de beste papieren beschikken. En straks op de muur van Gerardsbergen gaat dat nog beter tot zijn recht komen. Gaan ze Christophe afrijden? Ik ben er bang voor. En natuurlijk, voor hen is dat absoluut noodzakelijk als ze willen kans maken op ritwinst. Morkov, die zit op de duo zitten. Rustig meepeddelen nu. Zesdaagse van Gent gewonnen. Tal van andere zesdaagse. Hele minzame man. Daar dat peloton. Schade beperken is het hier. Ze zijn teruggekomen tot op 45 seconden. En het is onmiddellijk teruggelopen naar 1 minuut 14, 1 minuut 15. Nathan Bossen. Wel, laten we hopen dat er vooraan op de muur van Gerardsbergen bij de kop 4, bij de top 4 hier, dat er nog een paar mannen aan elkaar gewaagd blijven. Want als er daar eentje straks gaat van wegknallen en die neemt bijvoorbeeld nog een halve minuut of 40 seconden, dan zitten we een probleem voor de rest. Ja. Van de driedaagse, wat de spankracht betreft. Ja, Westra heeft natuurlijk tijdritcapaciteit en gaat op dit moment met hele goede kansen de komende dagen in. En nogmaals, chapeau voor de inzet van Team Sky. En hou maar rekening met Team Sky in de Ronde van Vlaanderen. Uiteraard doet u dat met een Kwiatkowski. Maar ook Thomas komt aansluiten. Hè? En Thomas is vroegtijdig uit de Ronde van Catalonië gestapt. Dat is niet zomaar. Hè? Dat is met een reden natuurlijk. Stannard zal dan ook wel weer wat meer oké zijn. Deze Rowe rijdt nu ook al weken de pannen van het dak. Hallo. Laten we hopen dat ze het dan niet zo dom aanpakken zoals vorig jaar. Want toen dachten ze, we gaan die koers hier controleren van A tot Z. Ja, dat is wat ze in het verleden wel een aantal keer hebben gedaan natuurlijk. Ik heb ze ooit op de Olympische Spelen, dat was natuurlijk niet Sky, maar dat had er wel veel van weg. Bijna de volledige rit op kop zien rijden. En uiteindelijk wint Vinokourov aan het eind van het verhaal de wedstrijd. Ik heb verhalen vanuit het peloton hoe zij toen van leer hebben getrokken. Heel de wedstrijd lang. Selectie van 5 mannen. Ja, vijf mannen in zo'n Olympische wegrit. Begin er maar aan. Ik denk dat Wiggins zo'n 100 kilometer op kop gereden heeft. Maar de Ronde van Vlaanderen is geen Olympische wegrit. Nee. Morkov, Vliegen, Zabel, Durbits, de samenstelling van deze achtervolgende groep. Dan Danny van Poppel, Pedersen en onze West-Vlaming Maxime Farah zijn die toch wel uitstekend mee blijft doen. Wat topstond verraden Balwaze. Ja, is fijn. Ook zij proberen toch nog buiten schot te blijven van dat Hollandse peloton. Er zitten natuurlijk twee slepers tussen nu. Ja. Die mannen die niet meer op kop gaan rijden. En het wordt voor hen ook heel moeilijk om nog terug te komen aansluiten vooraan. Loïc Vliegen is de man die iedereen motiveert om mee te werken. Maar dat wordt moeilijk. Ja, is een kemphaantje. En hier draait het nog altijd goed rond. Het is natuurlijk qua niveau, qua bezetting, niet de E3 Harelbeke. Maar zie nu eens wat een verschil tussen de Christophe van Harelbeke en deze. Absoluut. Een wereld van verschil.
de man die getraind wordt door zijn stiefvader. Als je dan toch in de problemen komt in een voorbereiding richting de Ronde van Vlaanderen en je kan dat dan met een driedaagse van de pannen doen keren, dan ga je toch met een heel ander gevoel naar de Ronde van Vlaanderen. Als hij deze ronde nu niet meer had kunnen betwisten, ga je toch met veel meer twijfels en onzekerheid. Dan is het ook al heel moeilijk om je ploegmaten te motiveren, alles voor jou te doen. En nu gaat dat toch helemaal anders zijn. Dus ik kan het Van Bilzen mee vooraan verschijnen. Richting muur. Zich al positioneren. Met een van zijn ploegmaats aan het wiel. Voor Cofidis. In het rood. Jacopo Guarnieri ook met Haller naar voren schuiven. Haller, de Oostenrijkse kampioen. De mannen van Topsport Vlaanderen die ook allemaal goed vooraan gepositioneerd zijn. In het peloton. En daar Gerardsbergen. De brug over richting de Veste. Spoorwegbrug en dan naar die Veste. Met Westra die veel kopwerk doet. En toch iedere keer als ik hier Gerardsbergen binnenkom, heb ik nog altijd het gevoel dat we aan het aftellen zijn. Toen Cancellara volledig stilviel in de Ronde van Vlaanderen. Nog 15, nog 14, nog 13. Onwaarschijnlijk. Maar nog wel wegreed aan het eind. Absoluut. Met diezelfde Chavanel. Hoe hij dat nog terug recht zet. En uiteindelijk, vergeten, hè? Ja, maar dat nog recht te trekken valt, zo diep in de finale, dat die suikers dan nog aanslaan. Dan moet je eens proberen. Dat is niet evident. En Chavanel die er op IJzona won, want er was dat manoeuvre van Nuijs net niet over de limiet. Nuijs die het op een hele mooie manier toen naar zich toe heeft getrokken. Eigenlijk heel vroeg in de finale. En achterstand kwam te zitten samen met Stijn de Volder, die eigenlijk al het werk op zich nam. En daardoor Nuijs terug met winstkansen. Kittel wordt nu gelost in het peloton. Naar dat berenwerk. Heel veel arbeid verricht natuurlijk in de laatste kilometers. Roda heel even dat lopende kantje van de trottoirrand gekozen. En nog eens communiceren. Heeft hij een probleem? Heeft hij een leegloper? Het is moeilijk te zien op deze moment, maar als het is, dan is het achteraan. Ja, ik vermoed het. Ja. Ja, even zitten. Nu zie je het. Dat is wel een zeer slecht moment. Ja, absoluut. Wat er ook gaat voor Renaat. Ja, een neutrale motor in de buurt. En dat is dan zijn geluk, want dat is ongeveer het enige voertuig hier nog in de buurt. En die wissel gaat nu gebeuren. Maar een heel slecht moment natuurlijk zo. Midden op de Veste, aan de voet van de muur. Super pech voor Luke Rowe. En dat doet pijn, hè. Op het moment dat je echt in de aanval bent met je kameraden in de kopgroep. Verzuring tot achter de oren, lekke band en dan de muur opdraaien. En dan druk bij iedereen, niet alleen bij de renner, maar ook bij de man die daar als mechanicien moet ingrijpen. Ik kan u verzekeren, het is geen sinecure. En hier? En hier heb je Westra die het tempo bepaalt. Hij is dan weer vertrokken en dan hopen dat die remblokjes niet aanschuren tegen die velg aan. En Christophe zit echt volledig tegen de limiet om Lieve Westra te volgen. Gaat Lutsenko slim en pinter als hij is een gaatje laten vallen? Of gaan ze met z'n tweeën richting Zottegem? Renaat. Ja, Rowe met een achterstand van 16 seconden aan zijn stukje muur begonnen. En hier is de voorwacht van het peloton al met net op dat moment nog een vroege vluchter. Die wordt opgepeuzeld. Dat is dan Durbridge nog altijd aan de leiding. Maar hier is de voorwacht van het peloton. Eens kijken wie er hier allemaal goed voorin zit. Martin met nog meer volk. En zo stormen ze de muur op John de Bie. Ook goed geplaatst. De Vreese dan een scheurtje. Ja, het is niet en masse. Pozzato, Modolo wat verderop in een groepje. En dan de rest van het pak. En toch ben ik nog benieuwd hoe de reactie van het peloton gaat zijn na deze muur. Want het kan ook heel snel gaan. Hè? 38 seconden. Mannen die het volle pond gaan geven hier, ook op dit stuk. Graak Lieve Westra hier vanaf. Kijk hoe muurvast Christophe, die Noorse beer, in dat zadel blijft zitten. En hij verpinkt niet hoor. En Martin die volgens mij alle duivels ontbindt, ja, op de muur. Zij zijn boven aan het hemelrijk. Nu dat laatste krulletje er nog bij pakken. De op één na laatste helling in deze etappe.
We zijn op 18 kilometer van het einde. En de Noor gaat gewoon mee. Absoluut. Maar de druk komt van achter. Er is een serieuze versnelling in het peloton. Dan krijgen we een beeld van Rowe. Of is die al opgepeuzeld? Hier. Daar is hij. Daar komt hij uit de bocht. Heeft zich eigenlijk wel vrij snel herpakt, want niet zo heel ver achter de drie vooraan. Maar dat kost krachten. Hè. Ja, en ze gaan hem echt missen vooraan nu. Ja, absoluut. Is ook niet de type dat je er afrijdt op de muur. Chrono loopt 30 seconden. Ik zou eens echt een graag een beeld zien van het peloton nu. Chrono loopt 35 seconden. Hier. Daar komt een eerste blokje. Of zijn dat achterblijvers? Nee, hier zit Martin al tussen. En dat is op 1 à 42 seconden. Daar zit inderdaad Tony Martin. Die heeft zich echt wel losgewerkt van het peloton. Nog 17 kilometer. 17 spannende kilometers. Hoe ver zit Rowe achter? 16 seconden. Dan heeft hij zeker al van zijn achterstand goed gemaakt, want op 16 seconden was dat wiel niet vervangen. Ginds ziet hij die auto in steun. Toch blijven opletten, jongen. De Brit Luke Rowe. Tot vorig jaar vooral nog in dienst van Geraint Thomas, die toen alles op alles zette in het voorjaar. Met succes overigens. Winnaar van de E3 Harelbeke. De muur van Gerardsbergen heeft ervoor gezorgd dat er een serieuze sprong is gemaakt vanuit het peloton. Ze hebben nog 26 seconden achterstand op de koplopers. Tenzij die motor natuurlijk hier zit, Sven. Dit is echt ook wel heel sterk. Hier zit motor G3, dus ik denk dat Petersen op 27 seconden zit. Dat peloton nog net een ietsje verder zit. Maar niet ver. Dat gaan we misschien vanuit de rug kunnen bestuderen. Daar zit ook nog een motor achter Luke Rowe aan. Koplopers zijn daar al de bocht uit op 16 kilometer. Kijk, dit is de voorwacht van het peloton. Of wat daarvan overblijft. Die zitten ongeveer nog een 100 of 200 meter. Wat een verbrokkeling. En wat stellen we andermaal vast? Dat koersen zo interessant is. Mooie finale. Op alle fronten wordt er gekoerst. Het is een finale van 80 kilometer. Ja. Of moeten we stellen, nee, van 190 kilometer. Want de boel stond in brand van bij de start. En Christophe die gaat zeker proberen om hier nu voorop te blijven. Hij krijgt zijn kansen stijgen uiteraard na de muur van Gerardsbergen. Maar het is wel nog 16 kilometer. Ze moeten overleven, daar moeten ze vooral aan denken. Dus ze hebben er eigenlijk al belang bij om nog een beetje samen te werken. En ik denk dat Luke Rowe nu begrepen heeft dat die Petersen ook nog wel wat in petto heeft. Renaat? Ja, wat is die Mats Petersen toch sterk. Hè? Hij gaat nu Rowe bijhalen. Ongelooflijk toch wat de jonge Deen hier laat zien. Absoluut. Rowe krijgt het gezelschap van Petersen. Super. Managers zien dat natuurlijk ook. Ploegleiders ook. Voilà, op 28 seconden. Ja, dat is een jongen die we de komende jaren in de gaten moeten houden. Want wat hij hier doet is echt sterk op zijn 20 jaar. Van de Stelting Service Groep met mannen als Hansen, Kamp, Kirsch, Reis, Svengaard en Tim Brok. Maar vooral Mats Petersen. En Tony Martin en Sean de Bie, Lars Boom. Nu maakt de Deense school, vooral bij de jongeren, al een tijdje furoren. Alleen is de doorbraak bij de profs er vaak niet gekomen. Er is Rolf Seurensen die zich daar nogal bezig had met de jeugd. Die begeleidt bij de junioren, binnenloods bij de belofte. En dan hapert het vaak. Denemarken al een aantal jaren ook op wereldkampioenschappen een toonaangevende natie. De strijdlust gaat naar Liewe Westra. Er is ook een prijs voor de beste jongeren. En die krijgt dan de prijs Bernard van der Kerkhoven, de jammerlijk overleden Bernard van der Kerkhoven. Renaat.
Ja, eerste peloton bestaat uit een man of 40 met Modelo daar onder meer nog bij. En ik zag vooraan vooral Martin als een van de grote aanstokers. Maar het is nog een behoorlijk grote groep die daar eigenlijk nog een kans maakt. Het is een rotstuk. Westra die denkt maar aan één ding. Ik kan de driedaagse van de pannen winnen. Eindelijk. In mijn nadagen. En Christophe die is blij dat hij terug over goede benen beschikt. En vooral dat hij vandaag kans maakt om de rit te winnen. Lieve Westra is 33. Dan is het nogal dwaas om te spreken over nadagen. Naast iemand die doorging tot zijn 39ste. Dat is in de fleur van zijn leven. Ik zie Lutsenko toch nog wel wat proberen, hoor. Hij zit daar met z'n tweeën, hè. Je kan toch maar beter op veilig spelen, denk ik dan zo. En zorg dat je al iets binnen hebt. De rest kan nog komen, hè. Ja, absoluut. Ja, het is, Vroegleiding zal er toch ook wel van uitgaan dat als hij met wat voorsprong kan binnenlopen en ook de volle bonus meepikt, dat hij ook nog in een tijdrit, in die goede voorjaarsvorm die hij heeft, een rol kan spelen, hè. Niet de positie van de goede tijdrijder. Ik heb het over Lutsenko. Dat is natuurlijk wel een kanjer. Zoveel talent. Ik heb ook altijd de indruk als ik hem zie koersen dat hij nog een extraatje gewicht draagt. Ja, dus een geblokte kerel. En dit is Chavanel. En de Bie. Een boom. Ja. Maar het is... Het is niet, er zit niet echt lijn in. Het blijft altijd van individuen komen. Een aantal serieuze snokken. Net was het Martin, nu is het Chavanel. Wie daar ook al een hele tijd goed aan het koersen is, vooraan het peloton, de man in de vijfde positie, is Teuns. Dylan? Ja, Teuns zonder H. Ook nog zo'n jongen, een jong talent binnen die formatie van BMC. Maar hier... maar op. Straks in de Ardennen-klassiekers zal hij niet zeggen onmiddellijk meedoen voor winst. Maar de Waalse pijl kan al dicht eindigen. Moet je echt in geloven. Als je hem zo ziet, staat hij inderdaad nog redelijk geblokt. Maar in dit soort weersomstandigheden gaat hij er weinig last van ondervinden op het traject dat hij vandaag onder de wielen geschoven krijgt. De beul van Stavanger naar de kop. En dat overleven van de muur, dat moet hem een boost gegeven hebben. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Want ik had het voor de muur had ik het gevoel dat hij echt heel moeilijk had. Op Ten Bosse vooral ook. Toen Lieve Westra vol doortrok. Maar hij krijgt met de kilometer meer moraal. Het is een aparte kerel, hè. Naar Monaco afzakken om daar gaan te wonen is er niet bij, hè. Het is altijd iedere keer terugvliegen naar huis, naar de familie en naar de vrienden, hè. Speelt tussendoor ijshockey, hè. Of hij daar dan een blessure aan overhoudt. Vleeswonden of zo. Zo wat. Sterke beren. Grote versnelling. En je wint niet zomaar de Ronde van Vlaanderen. Volgde vorig jaar op de top van de Kruisberg Terpstra. Ze zagen ze niet meer terug. En controleerde eigenlijk dat lange stuk van Kerkhoven. Tot de streep zelf, hè. Toen lukte alles, hè. De weken van zijn leven tot op de dag van vandaag. En dan ook daarvoor nog Milan Sanremo meegenomen. Ik zie de collega's van de RAI nog met halve tranen in de ogen. Wat is ons nu overkomen, Christophe? En we doen het dan met Siolek en met Gos. Dat is in het verleden nog gebeurd. Dat verhaal heb ik ooit nog gehoord toen Oscar Freire wereldkampioen werd. Ja. In 1999. Nog 11 kilometer te gaan. En nog één beklimming voor de boeg. De Klemhoutstraat. Westra heeft Jan Dori nog eens gevraagd voor een overname. Moeten we noteren. De manier hoe hij op Ten Bosse tekeer ging, was indrukwekkend.
van beneden tot van boven, helemaal in zijn eentje, de volledige kopgroep uit elkaar geranseld met nog drie renners die overleefden. Dat is een kerel naar ons hart. Zit er dan wel geen Belgen in de kopgroep? Maar Westra is een kanjer. Het is ook echt een trainingsbeest. Ik volg hem al een lange tijd ook via de sociale media. En als waar is wat er allemaal verschijnt, is het iemand die heel veel arbeid, heel veel kilometers, heel veel in het buitenland vertoeft. Dat is waar velen zich aan mispakken. Hè? Je moet die trainbaarheid bezitten. Hè? Absoluut. Je moet die inhoud hebben om die lange trainingen aan te kunnen. Niet iedereen kan dat. Hè? Je kan het wel eens proberen. En dan 14 dagen op je ukkie moeten gaan liggen. Hè? Dat klopt inderdaad. Het zijn alleen echt straffe mannen die dat soort arbeid aankunnen. En op een bepaald moment word je daar dan toch voor beloond. 42 seconden voor Rowe en Pedersen. Op 59 seconden dat peloton. Klopt dat nog? Of is er al wat bij voor het peloton? Peloton 1 zeggen ze nu al een minuut in 3. Dan is er een tweede pelotonnetje. Wellicht een weder samengesteld peloton na de tweede muur van Geraardsbergen op 1.30. Als deze voorsprong staande blijft, dan hebben we hier renners die we de komende dagen nog vaak gaan vernoemen. Want Liewe Westra komt meer en meer in aanmerking om deze ronde naar zich toe te trekken. En je standpunt daarnet over Christophe, morgen rustig in het peloton, blijft dat? Of dat moet hij dat nu ook wat bijwijzen en mee voor het podium gaan? Vorig jaar had hij daar geen last van in de ronde, want hij won deze koers. Maar toen stond hij anders, met een ander gevoel aan de start als nu. En naar de Ronde van Vlaanderen toe denk ik dat, als je zijn inspanning van vandaag ziet, het verstandig is dat hij morgen een relatieve rustdag neemt. Ik moest even lachen, omdat die overname van Westra, die was zo furieus dat hij enorm moest bijpikkelen om weer aan dat wiel te zitten. Westra is op dit moment absoluut niet bezig mee. Ik kan hier vandaag deze etappe winnen. Die wil maar één ding. Laat dat alstublieft 1 minuut blijven. Neem er niet meer over. Hij rijdt gewoon te hard. En hoe zit dat met zijn maatje hier? Lutsenko? Ik kan die niet zo heel goed inschatten. Is snel. Heeft een goede jump. Goede demarrage. Rap in de eerste meters. Slaat makkelijk een bres. En als het lastig genoeg is, en dat is het inderdaad vandaag geweest, dan heeft hij meestal nog wel wat over, meer over dan de anderen. Speculeert ook wel meer, dat zie je ook wel heel goed. En viseert meer Christophe op dit moment, terwijl Westra volledig... Rittenkoersen ook echt zijn dingen. Wat minder aan het werk gezien als knaller in dagswedstrijden, in klassieke afspraken. En Lieve Margeven. Begrijpt u nu waarom ze hem in Nederland het beest noemen? Ik denk dat Christophe al een flink stuk van zijn glazuurlaag kwijt is. Blijven ronddraaien, zegt Alexander. Daar hebben we inderdaad niks aan, hè, als die Lutsenko niks meer doet. Maar zegt Lieve, wij hebben wel een andere afspraak. Laten wij met z'n tweeën de boel gaande houden. Lutsenko zal dan wel winnen. Maar dat ziet Christophe wel even anders. Ja, ze proberen op twee paarden te wedden. En voor het klassement en voor ritwinst. En ze moeten vooral zien dat ze hier blijven overeenkomen. Want in 7 kilometer tijd kan die voorsprong nog serieus teruglopen. En kijk eens wat een verzet die Christophe stamt. Ja, heel groot. En die K die staat daar ideaal, hè? Dus zijn K en die van zijn Katjusha. Achtervolgers, Rowe en Pedersen op 58 seconden. Het peloton 1 op 1.16. Nog 7,5. Nog snel iets eten, diep in de finale. Een jelleke.
dat nog snel voor wat suikers zorgt. Wat was dat een miserabel beeld van die Christophe op die oude Quaremont. Plots hadden we hem gevonden. En daar reed hij. Desolaat, achtergelaten. Slecht een dag op zo'n moment waar er zo hard gekoerst wordt. Hier in aanval. Lichtart. De tweede keer nadat hij dat ook al gedaan heeft op de Berendries. En ze volgen. De afstoppers. Tens nu mee. Uiteindelijk de jongsters van BMC die daar zo talrijk vertegenwoordigd waren, toch een prijs betaald. Hè? Maar daar zit dan ook weer logica in. Het is absoluut niet erg op deze moment. Ze hebben mee de koers gemaakt, mee in de finale gezeten. En het is de realiteit dat zo'n jong renner op dat moment gewoon daar een prijs moet voor betalen. Op goede 6 kilometer van de aankomst beginnen we aan de Klemhoutstraat. Dat is 750 meter bergop. Top op 5.3. Mag voor deze heren geen probleem zijn. Van toen hij nog een kleuter was, een jaar of 4, 5, dan bleek al dat hij in de wieg gelegd was voor duursporten. Deze man van Katjusa, Christophe. In het langlaufen ging hij verder mee dan zijn leeftijdsgenoten. En vreemd genoeg had hij weinig of geen explosiviteit. Dat is pas veel later gekomen. Maar zeer vroeg begonnen onder impuls van zijn stiefvader, een cardioloog, met zeer lange duurtraining. Hij heeft ook echt het postuur om in dit soort wedstrijden heel goed tot zijn recht te komen. Hij is een leeftijdsgenoot van Edvald Boasson-Hagen. Hij komt van de kust, Christophe van Stavanger. Terwijl Boasson-Hagen uit Lillehammer is. Bergachtiger. En als er daar dan te koersen viel, dan had hij geen schijn van een kans. Dan zag hij alleen maar de achterkant van Boasson-Hagen. Dat is dan wel anders geëvolueerd. Ja, Boasson-Hagen is natuurlijk, als het lang bergop gaat, een renner die daar veel beter tot zijn recht komt dan Alexander Christophe, die ook redelijk wat extra kilo's moet meenemen ten opzichte van... Hij was als kind een pierenwaaiertje, hè? Was flinterdun. Hè? Die gewichtsmassa, die spiermassa is er later aangekomen. Als je nu toch ziet hoeveel kilometers Lieve Westra al op kop heeft gereden vanaf Ten Bosse tot nu. Eigenlijk neemt hij hier die andere twee op sleeptouw al heel de tijd lang. Terwijl daarachter in het peloton al van alles en nog wat geprobeerd is en ze komen geen seconde dichterbij. Is ook nerveus, hè? Wil die het niet meer laten ontglippen. Een beetje gefrustreerd. Opletten daarmee, Lieve. Wat doet Senko? Schijnbeweging. Hij wil ook dat zijn ploegmaat Lutsenko echt meewerkt, want daar komen ook frustraties van. En die speculeert enkel en alleen op ritwinst. Dat is overnemen, maar met reserve. En Westra, dat is... Volle overgave. Vol. Ja. Iedere overname is voor Christophe een probleem. Hij moet spurten om het wiel te houden. Ook Lutsenko moest even bijbenen. Daar rijdt een trein. Een trein uit Friesland. De Friese Express. En maar overtuigen. Ja. Wat zeg je tegen een Kazak? Christophe weet hier natuurlijk wel de weg. En weet hoe verraderlijk die laatste rechte lijn is. Waar weinig recht aan is. Hè. Gaat ook nog bergaf. Als je nu dat aangezicht ziet van Lutsenko en van Christophe, heb ik de indruk dat Lutsenko hierover iets meer reserves beschikt. Maar Christophe is natuurlijk in dat soort wedstrijden iemand waar je echt rekening moet mee houden voor dit winst.
Van terreinkennis gesproken. Dus winnaar van deze etappe vorig jaar voor de Busseren en de Volder. In 2014 zie ik hem niet in de top 5, maar werd derde in 2013 na Sagan en Demar. En werd vierde in 2012. Dus heeft hier in de voorbije 4 jaar 3 keer meegedaan voor winst. 2012 na Sagan, Guarnieri en Sabatini. Voor een goed begrip, Sagan won hier toen 3 keer op rij. En stapte dan als leider uit de race. Goed, 3,5 nog. Op het peloton. Weer een helletje achter de rug. Weer Liewe naar de kop. En een demarrage in het peloton? Of zijn dat de jongens die nog... Nog altijd Rowe en Pedersen. Ja. Die staan op het punt om ingerekend te worden. Ja. Maar als je natuurlijk ook aan Westra, maar ook aan Christophe, want onderschat is een hardrijderscapaciteit niet in een tijdritje van 14 kilometer. Als je die een minuut geeft en dan nog eens wat bonus bovenop, 10-6-4 straks. Ja, dan heb je een dik probleem natuurlijk, hè, in de tijdrit. Dan moet je misschien wat verzinnen in de etappe van morgen. Waar het ook weer spelen met de wind wordt. Hè, door het heuvelland, maar dan naar de kust toe. Dat mag van mij, hè. Want doorgaans is dat een easy going on etappe. Maar daar mag ook wel wat vuurwerk in komen. Dan kun je ook een leider in verlegenheid brengen. Ja, het is een wedstrijd die vaak in hetzelfde patroon wordt verreden. Die rit van morgen. Maar goed, de wind, het weer zal daar ook weer vaak en veel voor iets tussen zitten. Hoe die wedstrijd dan toch verreden zal worden. En zoals we vandaag hebben gezien, zat de wind... Je hebt gelijk, hè. Ook de ploegmaats komen hier niet overeen, hè? Nee, ze komen niet overeen. Liewe wil maar één ding, en dat is zo ver mogelijk voorop blijven. En Lutsenko, die wil de rit winnen. Dus die komt niet meer op kop. Je zit natuurlijk met de daver op het lijf voor onze vriend uit Noorwegen. Nog 2 kilometer nog. Oh. Kijk. Even naar de andere kant van de weg, wat verdapperen, een soort van schijnmanoeuvre. Zelfs wat een schijnheilig manoeuvre. En je ziet direct dat soort momenten Liewe Westra veel minder ligt. Die andere twee vooraan, Lutsenko en Christophe, hebben meer explosiviteit. Liewe moet het echt hebben van lang, hoog tempo, snelheid ontwikkelen. Dus als hij zijn wil zou kunnen opleggen aan Lutsenko, aan zijn ploegmaat, dan zou hij een hoger tempo moeten gaan ontwikkelen. En dan kan hij vertrekken. Christophe zit op vinkenslag. Die wil de rit winnen. Ja. Daar is de boog van de laatste kilometer. Lutsenko maakt er nu een surplusje van haast. Toch weer de kop. Voorlopig spelen ze het niet echt schrander. Als ik nu van Liewe was, dan ging ik op kop rijden. Winnen zit er toch niet in, denk ik. Want zo zet hij Lutsenko ook in vieze papieren. Christophe viseert gewoon het wiel en wacht tot het juiste moment. Ze hebben toch nog een paar interessante seconden prijs. Op deze manier. En die laatste kilometer is meer bergaf dan dat ze vlak is. Zeker die laatste 300-400 meter. Nog eens drinken, zegt de Kazak. Christophe vraagt nog eens om overname. Westra even op de trappers gelopen. Heeft natuurlijk al zoveel gegeven. Een van de laatste bochten. Ginds aan het eind. Zien ze de laatste bocht? 1 keer naar rechts. 500 meter nog. Westra die de rug rekt. Lutsenko als een volmaakt pistier. Christophe met de controle. Goed kijkend. Om de 5 seconden draait hij het hoofd. 400 meter. Westra even buitenom. Gaat zich op gang trekken. Christophe heeft dan in de mot. Westra weer naar het wiel van zijn ploegmaat. En nu? Nu van op 300 meter? Nee.
Dus goed de controle behouden van Alexander Christophe. En probeer daar dan nog maar eens voorbij te geraken. Hè. Als je hem zo ver laat komen, dan wordt dat moeilijk, meneer Lutsenko. Dan heb je het niet echt goed gespeeld, dan kom je er niet meer aan. Hij gaat zichzelf opvolgen. Christophe vindt voor Lutsenko een Westra. Bonus voor de 3, respectievelijk 10, 6 en 4. Maar hij heeft de twee mannen van Astana afgedrocht om de doodeenvoudige reden dat ze zelfs niet overeenkwamen. En ook sterk in de spurt, hè. Dat is waar. En hier komen de twee die toch voor het peloton zijn gebleven. Die zijn inderdaad nog weggebleven. En door het aarzelen in die laatste kilometer zie je dat het peloton toch nog 20 seconden terug korter zeker komt. Petersen voor Rowe. Meer. En dan Lichtaart zeker, die inderdaad de sprint wint van wat overblijft van het peloton. En zo zie je dat de driedaagse van de Pannak ook zeiden hier in Zottingen er toch weer in slaagt om een mooie, schone naam op de erelijst te krijgen. Hè? Christophe die zichzelf opvolgt. Het wordt een deuntje dat iedere keer weer opnieuw gezongen wordt. Sagan, Sagan, Sagan. En nu Christophe met Christophe als opvolger. Door de aarzeling in de laatste kilometer verliezen de kopgroep nog 25 seconden op het peloton. En zo breng je jezelf ook in problemen ten opzichte van een Tony Martin. Hè? Als die daar nog bij was tenminste. Hij zal er zeker nog bij gezeten hebben. Liewe had met gewoon de laatste kilometer vol op kop rijden. Liewe is ook geïnteresseerd geweest in alles onderweg. Hè. Staat in het bergklassement op 2 punten van vliegen. Hè. Het voorlopige bergklassement. Morgen is dat op. Dus morgen als de uitzending begint, dan kennen we het definitieve bergklassement. Moet nog wel uitrijden natuurlijk. Rowe is daar derde, die heeft 11 punten. Dus vliegen 28 punten, Westra 26, Rowe 11. En wat de rushes betreft, daar is Van Poppel op 1 met 6 punten. Durbridge op 2 en Lutsenko op 3. Het zal hem goed doen, deze overwinning. Echt een heel aparte manier van praten. Maakt zich goed verstaanbaar in het Engels. Maar antwoordt in korte, bonkige zinnetjes zoals hij is. Maar is best minzaam. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen. En de winnaar van de driedaagse de Pannenkoekzijde. En van de Scheldeprijs van vorig jaar. Toen kwam er pas in Roubaix een eind aan. In principe moet hij toch dat soort koers ook echt goed tot zijn recht komen. Roubaix met zijn postuur. Christophe, Lutsenko, Westra, dan Petersen op 29 seconden. Rowe op 29 seconden. Dan Lichtaart, Belletis, Juraj Sagan, het broertje, Sean de Bie en Marco Haller op 36 seconden maken zij de top 10 vol. Met daar ongetwijfeld in hun zog nog een aantal interessante figuren voor de tijdrit bij. We kijken met belangstelling uit naar het algemeen klassement. En dat ziet er dus zo uit. Christophe voor Lutsenko op 1 seconde. Dan Westra derde op 6 seconden. Dan Mats Petersen, Rowe, Tony Martin op 44 seconden. Dus het verschil Westra-Martin, als ik het snel reken, 38 seconden. Ja. 20 seconden prijsgegeven. Ai, ai, ai. Voor een jongen van het Trotsportruideren van Wazendiek.